out! Oh, snel. Geachte dames en heren, mag ik eerst eventjes één ding vragen? Wie kan er nog staan hier? Iedereen? Gaat u maar even staan. Allemaal? Felix mag ook even gaan staan. Mag ik even een staande ovatie voor de winnaar van de Marconi Award? Nou, dat is duidelijk. Felix Meurders is in de house. Dank jullie wel. Ik heb één prangende vraag van Jaap Jansen meegekregen daarnet. En daar begin ik meteen maar mee. Gewoon totaal out of the blue. Je draaide altijd zo'n mooie versie van Veronica Unlimited. What kind of dance is this? Zonder Veronica jingles. Oké. Dat weet je niet meer. Nee, weet ik echt niet meer. Nee. Nee, wat dat betreft zitten jullie met de verkeerde te praten. Want ik heb een geheugen als een zeef. En de meeste dingen ben ik kwijt. En ik heb wel eens eerder met jou gesproken. En jij wist meer over mij te vertellen dan ik over mezelf. Oh, dat is creepy. Dus ik ga jou straks wel interviewen. Wat ik allemaal fout gedaan heb in mijn leven. Een goed idee. Maar dit lijkt me typisch zo'n Felix Meurders grapje. Om dan juist die jingles eruit te halen. Nee. Oh, die jingles. Ja, nee, absoluut. Ja. Dat was natuurlijk in de tijd dat Hilversum 3... Moest Veronica gaan beconcurreren. En dan deed je wel eens van dat soort gekke dingen. En dat viel dan kennelijk op. Leuk. Nou, als we dan toch met zo'n hitparade bezig zijn. Legendarisch is denk ik ook Danny Miller. Hè? Dat weet je vast nog wel. I remember Elvis Presley. Die. Ja. Maar goed, dat was niet op de radio. Ik heb dat op een gegeven moment in een blad geschreven. Dat ik dat lijkenpikkerij vond. En toen is Eddie... naar de rechter gestapt en heeft een kort geding, heeft hij gesommeerd dat ik dit moest terugtrekken. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja, netjes. Een nederlaag. Ik heb er weinig geleden, maar dit was er één. Zullen wij eens bij het begin beginnen? Ja. Na de nederlaag? Daar til je toch niet zwaar aan, neem ik aan. Ben je gek, joh. Nou, dat bedoel ik. En bovendien heb ik Eddie vaak nog gezien en het gaat goed. Dus alles is weer goed gekomen. Ja, ja, het was toen al goed. Nou, we beginnen in Maastricht, 22 augustus 1946. Daar weet je waarschijnlijk weinig meer van. Daar weet ik niks meer van, nee. Maar hoe zat dat met de kleine Meurders destijds? Jij zegt het. Wat deed hij? Nou, hoe kwam het zo dat hij ergens ooit een keer op een school een voortgezet onderwijs terecht kwam? Enzovoort, enzovoort. Ik weet niet of je weet, maar in Maastricht konden wij een heleboel televisiezenders ontvangen. België, Duitsland, maar Nederland echt met moeite. Mm-hmm. En daardoor hadden we van die hele hoge antennes om de steunzender in Roermond te kunnen oppikken. En het leuke van die hoge antennes was dat ik daar ook dan een draadje naar beneden kon laten trekken richting mijn radio. En daardoor kon ik bijvoorbeeld de Engelse piraten horen voor de kust daar. Wat in Maastricht een ongelofelijke afstand was. En dat kwam dan ook min of meer wat krakerig door. Maar ik geloof dat het begon met Radio Atlantis. En dat ik daar voor de eerste keer echt popmuziek gepresenteerd hoorde worden. Waarvan ik dacht, goh, dit is wel geweldig zeg. En Mr. Tambourine Man van de Birds, die kwam toen binnen ik verzin nu wat, maar er zijn wel kennis in de zaal, veronderstel ik, die dat precies weten. Oh ja. Van niets op nummer 18 of 17 en 12. Kijk, nummer 12. En het was Radio Atlantis. Een applausje graag. Ja. Ik heb straks nog meer van deze opmerkingen. Ja. En toen dacht ik, die plaat moet ik hebben. En er waren in Maastricht twee platenzaken, geloof ik. Ben ik naar de platenzaak gegaan van Segers. En die had hem, geloof ik, 4 of 5 weken later. Dus zo lang duurde het toen nog voordat je een plaat kon bemachtigen. Ik weet nog wel dat ik in een bar gewerkt heb. En daar heb ik voor de muziek gezorgd in de jukebox. Aha. En daar bestelde ik altijd plaatjes bestelde ik in Engeland. Dat kon toen. In de New Musical Express had je van die advertenties staan en dan kon je dan platen bestellen, singeltjes in Engeland. Maar het vervelende was, die hadden dan weer maar zo'n heel klein gaatje. Ja. Terwijl in een jukebox moet je zo'n grote hebben. Dus dan ben ik met de figuurzaak aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat er ook daar de meest moderne muziek te beluisteren was. Maar Maastricht en popmuziek, nou was dat wel een jeugdcafé, dus dat ging wel. Maar hoe vond je trouwens met zo'n figuurzaag het exacte midden van zo'n plaat, vraag ik nou, dat gaatje zat er al in. Ja, en dan de rest gewoon omheen zagen. De rest er gewoon omheen zagen.
En soms ging het ook wel eens fout. En dan ging Pictures of Matchstick Man. Maar dat was niet zo... Juist bij dat nummer kon dat wel. Maar Procol Harum met A Whiter Shade of Pale bijvoorbeeld... Dat had ik al vrij vroeg. Ja. Omdat dat natuurlijk door mijn favoriete zender Radio London werd gepusht. Wat had je met die Engelse piraten? Dat was zeg maar het begin van de popopvoeding van de nog jonge Felix Murders. Ja, nou, dat was de muziek. Wij hadden geen popmuziek op Hilversum natuurlijk. Er waren twee zenders, Hilversum 1 en Hilversum 2. En dan had je het gehad. Mm-hmm. En er waren een stuk of drie programma's op te horen. Tussen 10 plus en 20 min met Jos Brink. Tijd voor Tienertjes van Herman Stok. En dan vergeet ik er misschien nog één. En dan had je... Welke was de derde? Er was geen derde zeker. Ja. En dan had je het gehad. Mm-hmm. En dat was een zender waarop 24 uur per dag popmuziek te beluisteren was. En die kwam keihard door. En dat was een van de sterkste zenders. En ik had later pas door, zoals velen van jullie toen al wisten, maar ik nog niet, dat het allemaal heel erg commercieel geregeld was. Commercieel geregeld was. Er werd geld aan verdiend aan die radio. Wist ik allemaal niet. Was dat een inspiratiebron voor je om zelf ook een microfoon ter hand te nemen en het vak in te gaan? Of? Ik ben in 1953 gaan luisteren naar reportages over de watersnoodramp in Zeeland. En toen werd ik wel geïnspireerd door radio in zijn algemeenheid. En ik was een fanatiek liefhebber van voetbal. Ik kon zelf niet zo goed voetballen. Maar ik vond dat verslaggeven vond ik wel leuk. En je had vroeger nog drie sportprogramma's op de Hilversumse zenders. En ik vond daar een paar verslaggevers wel heel goed hun werk doen. Dus toen ben ik op 8-jarige leeftijd met een stofzuigerslang langs een weiland gaan zitten waar mijn vriendjes voetbalden. En die heb ik echt waanzinnig goed commentaar gegeven, al zeg ik het zelf. Helaas nam die stofzuiger dat niet op. Maar anders dan had ik dat nog een keer kunnen laten horen. En, dat was een kick geweest als we dat hier hadden kunnen instarten natuurlijk. Helaas. Maar na de hand is die droom ook wel weer werkelijkheid geworden. Want behalve DJ ben ik natuurlijk ook verslaggever geweest bij Langs de Lijn. Ja. Ja. Daar komen we zo meteen vast nog even op terug. Ja. Zeg dat het radiogebeuren was op een gegeven moment bij jou denk ik binnengekomen. DJ denk ik ook in clubs, neem ik aan, destijds al. Ja. En dan was dan alleen in Maastricht een omgeving. En ik herinner me nog dat er een van mijn favoriete clubs was in België. Nou, Maastricht en België, dat ligt echt twee kilometer, drie kilometer van elkaar af. Dus toen ging ik naartoe op de Solex van mijn vader, jawel. En achterop had ik dan een ongelooflijk platenkoffer. Dat was zo lang en er zaten allemaal de singeltjes in op volgorde ongeveer. En daar draaide ik tot diep in de nacht. Meestal tot een uur of 6, 7 ochtends tot de laatste mensen weg waren. Mm-hmm. En ik herinner me nog dat om de stemming er heel goed in te brengen, had ik twee singeltjes van Je t'aime, moi non plus bij de hand. En dan, twee singeltjes, voor het geval. Dan was het de bedoeling dat die plaat ongeveer 30 minuten liep. Dus het was een kwestie van heel goed crossen. Ja. Vruchtbare tijden. En ja, dat was toen wel heel vruchtbaar. Ja. En die truc heb ik nog wel gebruikt in de hitparade die ik later ging presenteren. Omdat ik... de gewoonte ervan had gemaakt om van de dalers... om daar maar een gedeelte van te draaien. Maar aangezien ik al die mensen beloofde dat de platen helemaal gedraaid werden... pakte ik dan het eerste couplet en het eerste refijn van de ene single. Ja. En dan zette ik alvast de tweede single ongeveer scherp... bij het tweede couplet en het tweede refrein. En dan maar een beetje luisteren van... ligt die goed op de koptelefoon en dan één keer over. En niemand die iets doorhad. Dat heb ik heel vaak gedaan. Dus live mixen, wat nu zeg maar een beetje DJ in een club doet, dat deed jij toen al op de radio. Ja, om die platen in te korten. Ja, grappig. Ja. Zeg, dat Hilversums avontuur is ooit ergens een keer begonnen. Er staat ergens hier of daar op internet rempel te lezen dat je zelfs bij Mignon, bij de AVRO begonnen bent. Ja, dat klopt. Ik heb vrij veel geluisterd naar het programma Op de Jonge Golf. Dat was een half uurtje radio. Ik meen me te herinneren op donderdagmiddag. Van 4:30 tot 5:00 of iets dergelijks. En daarin kwamen bijdragen langs van allerlei afdelingen in het land. Ik wist helemaal niet wat het voorstelde. Maar er waren kennelijk afdelingen in het land bezig om radio te maken. Mm. En ik dacht, wanneer komt er nou eens iets langs van de afdeling Maastricht? En toen hoorde ik, verdraaid, er was een afdeling Maastricht opgericht. En daar ben ik mij toe gaan aanmelden. En zo is het gekomen. Zo ben ik voor de eerste keer eigenlijk met een paar reportages op de radio gekomen. Ik herinner me nog dat het was in deze tijd, drie Sinterklaas hebben geïnterviewd. Eén bij de HEMA, één bij CNA en één bij VND. Wel verschillende toch? Drie verschillende en die hebben dan drie verschillende antwoorden achter elkaar geknipt. Dat had natuurlijk weer niks met popmuziek te maken, maar dit terzijde. Zeg, Radio Luxemburg en Radio Hilversum 3 loopt op een gegeven moment een tijdje bij jou door elkaar heen. Ik denk dat de carrière bij Luxemburg nog eerder begon echt dan
In Hilversum, of niet? Nou, laat ik zo zeggen. Ik was dus het eerst op de Nederlandse radio te horen via Mignon. Ja. Maar voor het eerst op een popzender op Radio Luxemburg. Maar dat was een kwartiertje, omdat ik een wedstrijd had gewonnen voor Limburgse DJ's. Het Bronshoes Festival. Brons van daar in Brons gewoon Eikenhout. En Hoes van Platenhoes. En dat festival, dat bracht mij een kwartier erkenning op de zender van Radio Luxemburg. Toen ik eenmaal in Brussel was, want die uitzendingen van de Nederlandstalige uitzendingen werden opgenomen in Brussel. Toen hebben ze me gevraagd om ook Tiener Toppentijd te presenteren. En mensen hier die afkomstig zijn uit het zuiden van het land, die weten nog wel, dat was een heel... Daar zit er één. Heel populair programma in het zuiden van het land. En in België en in Luxemburg werd heel veel naar geluisterd. Mm-hmm. Dat was de hitparade voor de Benelux. En dat heb ik toen gedaan en kennelijk naar tevredenheid. Want toen hebben ze me gevraagd om elke dag een uur te presenteren. Dat heette Muziek voor Eva. Ja, en wat draaide je daar dan? Er zijn hier weinig Eva's. Maar wat ik daar draaide, dat was uit de... Dat, had ik in het begin helemaal niet door. Ik denk, waarom draaien we geen Kings? Waarom draaien we geen Animals? Waarom draaien we geen... Ja, noem maar op. Nee. Ik draaide alleen maar muziek uit de uitgeverij die gelieerd was aan die Nederlandstalige uitzending. Want de baas van de uitgeverij was ook de baas van dat gedeelte van de zender Radio Luxemburg, waarop naast Nederlandse uitzendingen natuurlijk ook Duitse en Engelse uitzendingen te beluisteren. Spreken we dan over Huub ter Hegge? Ja, spreek je over Huub ter Hegge, ja. Ja, die zorgde ervoor dat ik bijvoorbeeld 6 keer in de week... En ik nam die programma's op 1 dinsdag op, achter elkaar. Dus van maandag tot en met zaterdag. Dat ik 6 keer in de week de laatste dans van Anja moest aan- en afkondigen. Nou. Ik weet niet of jullie dat nummer kennen. De derde regel van het tweede couplet moet je dan ongetwijfeld nog uit je hoofd weten. Geen idee. Maar in ieder geval, dat vond ik niet zo'n leuke plaat. Maar dat zorgde er in ieder geval wel voor dat ik ging... En moest improviseren. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan hardop zeggen dat je het geen leuke plaat vindt. Maar je kan ook die platen helemaal in prijzen. En met verschillende varianten weer eens aankondigen. Als dit is echt wel een waanzinnig supernummer. En ja, dat improviseren heb ik toen eigenlijk bij Radio Luxemburg geleerd. Terwijl ik toen al als samensteller bij Adschaven Zanden in dienst was bij een Hilversum 3 programma. Dus ben ik eigenlijk tegelijkertijd begonnen. Uh-huh. Bij Hilversum 3. Yeah. Als samensteller, omdat... Ad, die had geen verstand van popmuziek. Die had mij gevraagd. Wij kennen elkaar uit de Mignon-tijd. En naderhand heb ik dat programma overgenomen. Vanaf februari van 1969 ben ik de Felix Murders Show gepresenteerd. Kijk. Voor mensen die misschien niet weten hoe Felix Murders op Radio Luxemburg klonk. Als het goed is, is er een fragmentje. Altijd goed. En als het niet goed komt, is, merk je het vanzelf. Vicky Divincia uit Engeland met Baby I Won't Let You Down. Frida Bocara uit Frankrijk met Mr. Caligan. En Gigliola Cinquetti uit Duitsland met Mein Ideal. En al de producers van deze plaat dingen mee naar de Grand Prix RTL. En nu moet u uw favoriete top 3, de top 3 RTL, opschrijven op een klein simpel briefkaartje. En richten aan postbus 208 in Brussel. En je kunt ermee winnen een Citroën D speciaal comfort ter waarde van 136.900 frank. En tax is inbegrepen. Dat ding heeft stuurbekrachtiging en stuurgeleide koplampen en en ik zou het zelf van ganser harte willen hebben. Dan wens ik u nog een zeer prettige zondag. Ik zie u morgenavond wederom terug voor een hernieuwde aflevering van de Felixstalige uitzendingen van Radio Luxemburg. En ik moet u er nog even op wijzen dat u vooral moet luisteren naar de Engelse collega's van ons. Die zo dadelijk beginnen om 7 uur precies. Want u weet het, op zondagavond hebben we maar 1 uur Nederlandse uitzendingen. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk erg jammer. Dan nog één ding. Niet vergeten. Mijn hitspits wordt gedraaid als eerste plaat. Morgen in het schoolkwartier. Even naar 6:30. En het duurt tot 6:45. Dat beroemde schoolkwartier. En verder hebben wij onze uitzendingen elke avond van 6 tot 7:30. The very high to Kit, to Bob, to Tony, to Dave, and to Paul. Sunday evening from the man that should be murdered, Mr. Felix Murders. This was an extra edition of a Grand Prix RTL broadcasting, of hoe je het ook wilt noemen. In ieder geval een extra editie. Zo wil ik het wel even stellen. Deze Felix Talen uitzending vanavond. Deze geweldig. Oh, ongelooflijk hoop gelul. Geweldig. Nou ja, nou, wat wel leuk was... 42 jaar na dato krijg ik er nog applaus voor. Ik bedoel maar. Dat ik in die doodse studio in Brussel... met de 2 technici, Edmond en Martin... overigens uitstekende technici... begonnen we 's morgens om 1 uur of 10 op te nemen... en die 6 uur programma achter elkaar non-stop door...
Tussendoor zat Edmond aan de whisky en ik had een broodje. Ik begrijp iets van de sfeer, ja. Wat ik van thuis had meegenomen. Maar dan moest ik dus, dat was pas later trouwens. In het begin was dat dus muziek voor Eva. Maar later werden het de Felixstalige uitzendingen. Dat kwam omdat de Duitsers die kregen, die konden eigenlijk veel meer geld neerleggen voor die uitzenduren, omdat die veel meer reclame hadden. De reclamezendtijd verkocht aan Duitse bedrijven, bracht veel en veel meer op. Dus de Nederlandse uitzendingen waren daarvan de dupe. En toen gingen wij naar tussen 6:30 en 7:30 uitzenden. En het leuke was dat ik dan elke avond afsloot, 's morgens op dinsdagmorgen in die studio met Tony Prince zat daar. Ja. En dan ging ik tegen Tony praten alsof Tony er zou zijn. En meestal was Tony er dan ook gelukkig. En die had die improviseerde ook. Die gaf antwoord op mijn vragen en riep iets terug. En soms werd het een hele vermakelijke discussie aan het eind van zo'n programma. Hoe kwam je trouwens op die Felixstalige uitzendingen? Ja, omdat Nederlandstalig, Felixstalig, ja. Als ik zeg eigenzinnig, klopt dat dan? Ook ja, toen al? Dat klopt wel, ja. Ja. Want wat ik net hoorde, het is genieten geblazen. Nee. Zeg, jouw Hilversum 3 periode. Je hebt ooit eens een keer, ik zie het hier op lijstje staan, ik haal het meteen ook maar eventjes aan, een pracht van een parodie gemaakt, geloof ik, op alles wat ook van de Noordzee kwam met Once Upon a Time in the West. Zullen we dat eerst eens even gaan beluisteren en er dan eens even over praten? Is goed. Nou, komt u maar. Dit wordt het verhaal van meer dan 5 jaar popradio. 5 jaren die de geschiedenis zullen ingaan als zijnde waardevol voor de pophistorie van onze roemruchte natie. Het eerste levensteken van dit station was hoorbaar op 11 oktober 1965. Een radiozender die vanaf die datum de naam kreeg Hilversum 3. En terwijl de eerste luisteraars schuchter afstemden op de 240 meter, kochten de etherpioniers, nu getooid met de term DJ, van hun eigen zakgeld de grammofoonplaten. Ik hoop dat u het allemaal een beetje heeft kunnen verstaan, want de geluidskwaliteit was nou niet helemaal anno 2012. Misschien wel handig om even het knopje erin te drukken. Ja, dat verstaan ze je zo niet. Waar lag de inspiratie voor al dit moois? Nou, dit was een idee van Rolf Kroes. Die zit hier ook in de zaal. En Rolf die zei op een gegeven moment, eigenlijk moeten we een soort statement maken. Want ik geloof dat Hilversum 3 toen 5 jaar bestond, ja. Of iets dergelijks. Dat zei je geloof ik ook. En toen hebben we dit bedacht. Dat is vrij veelvuldig uitgezonden. Zeker het eind van het gaat goed met Hilversum 3, riep ik toen. Keihard. En dat was nogmaals, dat was in die strijd samen met Radio Veronica. Was dat echt een strijd in die tijd? Of? Nou, dat was echt een strijd, ja. Ja. Waar merkte je dat aan? Door mijn contacten met Luxemburg. Ik kende die Engelse jongens goed. Ik was ook een paar keer naar Engeland naar Luxemburg geweest. Mm-hmm. Ze zonden daaruit in die prachtige studio's. Voor degenen die er wel eens geweest zijn. Nou, het was oude meuk, maar het zag er geweldig uit. En ze zaten daar in een riant gebouw. En dan hoorde ik bijvoorbeeld op donderdagavond voor mijn uitzending hoorde ik dat zij de nieuwe John Lennon LP hadden. Imagine. En ik belde op naar die Engelsen. Ik zei, jongens, kan ik daar een kopietje van krijgen? Ja hoor, morgen vroeg. Technicus. Technicus zat om 9 uur paraat in Luxemburg. Ja. En ik had lijnen besteld. Muzieklijnen. Naar Hilversum. En die kwamen dan via Brussel. Maar dat was niet om aan te horen. Want dat was ongeveer de kwaliteit die we net hoorden. Tussen Luxemburg en Brussel. En toen bedacht iemand dat er ook lijnen mogelijk waren via Venlo. Via Luik, via Venlo en via Utrecht. Dus dan moesten allemaal PTT'ers destijds in dat steekveld lijnen met elkaar, met elkaar verbinden. En dan werd in Luxemburg LP opgezet van John Lennon. Of van Stevie Wonder of van The Stones of weet ik veel. En die werden dan in Hilversum werden die opgenomen. En vanaf een uur of 10 begonnen wij op Hilversum 3 te roepen dat wij de primeur hadden van de nieuwe LP van Lennon. Maar dat moesten we steeds later gaan doen, want Veronica presteerde net om een helikopter te laten vliegen en een band te droppen op het schip, waardoor ook daar zo snel mogelijk die nieuwe LP's gedraaid konden worden. En die lijnverbindingen zijn eigenlijk godschuwelijk duur, maar vroeger kwam alles uit één grote pot bij de publieke omroep. En niemand die keek ervan op dat je gewoon eens een keer een lijntje bestelde met
de Cariben, bij wijze van spreken. Dus, maar bottom line, jullie hadden er wel plezier in. Ja, dat was erg leuk. Uiteindelijk gaat het daar dan toch voor een groot gedeelte ook om. Ja. Maar ik heb dus voor al diegenen die zich hier afvragen, wat doet die man hier met die eigenlijk maar weinig piratenverleden heeft. Ik ben groot geworden met die piraten. Ik ben bij Radio Luxemburg geweest en toen is het ongeveer opgehouden. Ik heb nog voor de BAT ook nog even gewerkt, voor de Belgen onder ons. Het was nog wat, voor de BAT. Hoe kwam dat? En dat kwam door Jan Schoukens, beroemde Belg. Kijk, de heren reageer onmiddellijk. En Jan ontmoette ik bij een of andere Nordring Radio Festival op Helgoland, in een van de Waddeneilanden voor de Duitse kust. En Jan vroeg toen of ik iets voor de BAT wilde gaan doen. En toen heb ik daar een uur programma in de week gemaakt bij de BAT aan het Eugène Flagetplein. Dat was wel een hele leuke studio. En wat ik het leuke vond daar was dat je een raam kon openzetten. Deed niemand mee, ik deed het wel. Gewoon lekker een raam openzetten. En tegenover je kwam, wat die prachtige mooie microfoons kwam. Tegenover je kwam de nieuwslezer zitten. En dat waren wij in Hilversum ook niet gewend. Alles ging uit verschillende cellen. Ja. We duiken weer eventjes van de BRT toch weer richting Hilversum. Want een groot gedeelte van je carrière, uiteindelijk uitmondend in Warempel, een Marconi Award heeft zich toch daar afgespeeld. En Warempel niet alleen radio, zometeen nog even wat over de tv. Je Hilversum 3 uitzendingen van bijvoorbeeld de nationale hitparade Daverende 30, die zijn toch ook enigszins legendarisch, want je maakt het compleet anders dan bijvoorbeeld de hitparades die op bijvoorbeeld de Tros, Veronica enzovoort werden uitgezonden. Daar zat een reden achter. Nou, vast en zeker. Nou, platen helemaal draaien doe je niet zomaar. Nee, ik vroeger zond, werd de Daverende 30 werd uitgezonden eerst op vrijdag tussen de middag ongeveer. En later tussen 4 en 6. Dat was natuurlijk een gouden tijd. Dat was een tijd waarop Hilversum 3, zeker toen Veronica weg was, 3 miljoen luisteraars had op de vrijdagmiddag. Nou, ik kom dan nog maar eens om bij een televisieprogramma tegenwoordig. En toen is er een niet oplettende baas geweest bij de NOS. Die kwam van de klassieke afdeling. Die heeft in de onderhandelingen, er waren altijd onderhandelingen, toen Veronica toetrad tot het publieke bestel, heeft toen die tijd weggegeven aan Veronica. En dan niet bij stilstaande dat het programma, dat zegt, met de grote trekken van de NOS, ging verdwijnen op de vrijdagmiddag. En toen kregen wij daarvoor de zondagmiddag tussen 5 en 7 terug. En ja, de enige mogelijkheid waarop ik nog een hitparade kon presenteren met enige kwaliteit, was door te garanderen dat ik de platen helemaal zou draaien. Dat heb ik toen gedaan, ja. Dus jullie hadden te maken met in principe een overlegorgaan die over jullie rug besliste dat er een toptijd werd weggegeven? Ja, dat was een... Is dat een frustratie? Robert-Jan de Neven was dat. Zo, het is een frustratie van jaren of valt dat mee? Nou, dat was toen niet leuk, dat weet ik nog wel. Er was helemaal geen hitparade zelfs. En toen heb ik een half uurtje van Frits gekregen, Frits Spits. Na de avondspits had hij had nog een half uurtje op woensdagavond. En toen heb ik in dat ene half uurtje nog de hitparade gedaan. In een half uur. Ja, ja. En uiteindelijk werd dan die tijd tussen 5 en 7 op zondag gevonden. Kunnen wij een stukje van die nationale hitparade horen uit 1979 bijvoorbeeld? Nummer 7 zie ik staan. Of vraag ik dan moeilijke dingen? Jouw hitparade voor het eerst op Hilversum 3 op zondag tussen 5 en 7. En mocht je wat aanmerkingen hebben, schrijf dan even naar de NOS. Postbus 1977, 1200 CS in Hilversum. NOS, postbus 1977, 1200 CS in Hilversum. Ter attentie van de nationale hitparade, want daar zijn we mee bezig. En ik heb zelf al in de gaten dat we de volgende keer in het eerste uur al moeten beginnen met de top 15. Willen we iets wat beter uitkomen. Het is 9 minuten voor 7 op Hilversum 3. En je luisterde naar Racy, die zakte van 2 naar 3 met Lay Your Love on Me. En de Pointer Sisters, die kunnen niet eens staan, want daar stonden ze vorige week. Ze staan nu op 2 met Fire. Fire van de Pointer Sisters. Pointer Sisters, ze zakten van 1 naar 2 en ze staan 7 weken in de nationale hitparade. Na 7 zometeen 2 uur lang NOS Jazz met onder meer Simon Korteweg en Michiel de Ruiter. Veel plezier daarmee. Volgende week ben ik er weer met de nationale hitparade. 5 jaar geleden stond Matt aan de top met Tiger Feet. En wat staat er op dit ogenblik aan de top? Die vorige week Pats Boom op 5 binnenkwam. En nu... In Nederland. The Village People met In the Navy. Tot volgende week. Prettig weekend. Dat soort jingeltjes maakten jullie zelf, geloof ik, hè? Ja, dat deden we zelf, ja. Sound ja, of Broadcasting, ja. Denk ik dan meteen. Nou, allemaal van die LP's, helemaal vol. Dat zal wel, ja. Dat weet ik niet meer. Maar dat deden we... Dan zaten we soms avonden tot diep in de nacht. Rolf was erbij. Ferry de Groot soms. Hans Hogendoorn. Hier aanwezig. Waar is Hans? Mag even gaan staan. Kijk, waar is Hans? Dag Hans, hoi.
Ja, de technische, ja, die ging... Ja, tot diep in de nacht gingen we door, ja. Ja, dat waren leuke tijden, ja. Wat gebeurde en dan hoor ik erachteraan zitten dan meteen een jazzprogramma. Stak dat niet op een gegeven moment of was dat toen helemaal niet erg? Joh, dat Hilversum 3 stelde echt geen fuck voor in het begin. Dat was echt helemaal niet. Ik bedoel, we hadden 3 hitlijsten. De Tros had er 1, dacht Tom. De, hoe heet het, Veronica. De top 40, hè? De top 40. Ik had, wat ik zelf een verschrikkelijke titel vond, maar dat moest omdat het was afgesproken, de Nationale Hitparade. Ja. En ja. Avro. Maar wat hadden die dan? Ja, later, dat was 20, later, ja. In de jaren 80 geloof ik. Ja, was dat ook nog apart. Het was echt één ratje toe. En alle platen die je mocht aankondigen, vond je even leuk? Nee. Niet echt, nee. Zeg, ik heb zo straks, praten we eventjes wat voor dit hele gebeuren. En toen zei ik van, ik heb een fragmentje gezien naar The Sound of America. Nou, ik kan van mezelf nog herinneren. Dat is een van de allereerste dingen die ik ooit van de radio, tenminste van Hilversum 3, heb opgenomen. Ik heb bandje niet meer, maar krijg het van Martin. Maar dus wacht even, leuk. Heb ik dat gemaakt? Dat heb jij gemaakt, want het klonk zo. Luister maar eens. Nummer 6. Amerikaanse radioprogramma's zijn hier nauwelijks bekend. Het is nu eenmaal veel moeilijker om radioprogramma's te ondertitelen dan tv-series. Toch worden wij beïnvloed door onze Amerikaanse collega's. Radio Veronica bijvoorbeeld werd pas echt succesvol toen ze haar rommelig programmabeleid van de eerste jaren overboord gooide en door toedoen van Joost de Draaier de zogenaamde Amerikaanse top 40 radio adopteerde. In Nederland hebben we er de term horizontale programmering aan overgehouden. Nog een voorbeeld. De Amerikaanse ziekte sloeg ook over op de NCRV. Voor haar jingles ging ze naar een productiemaatschappij in Dallas, Texas. Much more music in the morning than say a day radio. Ja, uit ervaring weet ik, Amerikanen zingen slecht Nederlands, maar dat is een ander verhaal. Dat was in 76. Ik herinner me dit programma echt niet meer, maar... Dus ik kan je ook niet vragen of je dit nou uit belangstelling gemaakt hebt of dat je gewoon gevraagd werd om wat inleidende en verbindende teksten te spreken. Ja, inderdaad. Ik sprak wel alles uit, ja. Amerikaanse radioprogramma's. Het was wel erg voorgelezen. Dus ik neem aan kennelijk was dat het de stijl van die tijd of was dat mijn stijl? Sorry. Want het geeft toch tenminste dit soort programma's aan dat je ook buiten het DJ-gebeuren ook andere belangstelling had voor het medium radio. En ja, daarna ook natuurlijk het medium tv. Ja, nee, ik ben toen gevraagd door de VARA om mee te presenteren met In de Rode Haan. Dat was een politiek radiocafé op de zaterdagmiddag. En dat heb ik heel lang gedaan. Dat heb ik 13 jaar lang volgehouden. Het is toch een heel ander métier dan plaatjes aankomen. Ja, maar dat vond ik ook wel leuk. En ik was daar ook gevraagd vanwege mijn populariteit op die vrijdagmiddag. Mm-hmm. En met de hitlijst. En ik mocht dan ook de muziek uitzoeken. Dat waren 5 of 6 nummers. En die werden gedraaid. Kon dat toen in het Hilversumse iemand die als DJ aan het werk was ook in een zeg maar serieus programma aan het werk te zetten? Nou, kennelijk wel. Ik heb ook Goal gedaan met Theo Komen. Uh-huh. Legendarische Theo Komen. En dat was voor de KRO. Maar dat was al ver voor de Rode Haan tijd. Dat was nog mijn Luxemburg tijd. En ook dat kon kennelijk. En ik heb daar bij de Rode Haan heb ik langzamerhand leren interviewen. Dus in de praktijk... Daar wilde ik even naartoe, omdat je voor dat soort dingen toch andere vaardigheden nodig hebt dan iets technisch aan elkaar praten, mensen vermaken. Het gaat ergens anders om. Ja, nee, maar dat was een ongelooflijk goed voorbereid programma. Dus de vragen die stonden uitgebreide papieren, die werden ook geoefend. 'S Morgens vanaf 9:30 zaten we in de bestuurskamer bij de VARA. En dan werd Wiegel nagespeeld, die ik dan bijvoorbeeld moest interviewen. En die werd heel erg goed nagespeeld. En dan stelde ik de vragen en Wiegel gaf dan de verkeerde antwoorden. En dan moest ik leren improviseren hoe ik zo'n gesprek moest voortzetten. En ik kan me ook nog wel herinneren, het zal wel vaker zijn misgegaan, maar één ding weet ik nog zeker, dat ik een van de politici, Aantjes, een keer interviewde. Ik stelde hem een hele lange vraag en Aantjes zei alleen maar ja. En toen moest ik door. Nou, ik geloof dat ik ongeveer 1,5 minuut ben stilgevallen op de zender. Oeps. Voordat ik weer ben. Het zal wel maar 5 of 7 seconden zijn geweest, maar voor mijn gevoel was het echt duurde heel lang, ja. Dat is echt heel erg. Want, en op dat soort trucs ben ik natuurlijk nu langzamerhand wel voorbereid. Ingesteld. Ja. Ja.
Mag ik even voor Something Completely Different een stukje van track nummer 8? Let op. Fingerly in the upper hand en Bassie Bas. En zeggen ze eerlijk, wat deed je op zaterdagavond? Huh? Wat deed je? Vroeger ging ik op zaterdag altijd in het bad. Ja! Nu duik ik in de rock'n'roll methode. Wat een gezicht is dat, hè? Met de 120 pond. Ik zou zeggen, dat valt mee, maar ze is maar klein en heel tenger. Ze is een beetje een big fat baby. Lijkt op die baby van Sunny Hall. Jim, a big fat baby, but so look good to me. Rock'n'roll methode, legendarisch Felix. Vertel, hoe komt dat zo? Hoe kom je tot een rock'n'roll methode en om het op die manier te doen? Maar ik had een keer heb ik een programma gemaakt met rock'n'roll muziek, een keer op de middag. En dat is me toen zo goed bevallen. Ook met die, ik had een beetje naband, galm had ik erop gezet. Ja. Dat ik dacht, daar moet maar eens een keer een programma van komen. Er was er op vrijdagavond was er een uurtje beschikbaar. Zo gaat het dan. En wil jij dat doen? Wat zei je? Ja, hier zitten kenners hoor. Ja? 6-7 hoor ik net. 6-7 uur beschikbaar, dan was een uurtje beschikbaar. Ja. Ja. In 76? Nee, van 6 tot 7 begrijp ik. Dat lijkt mij niet. Ik denk van 7 tot 8, want Frits zat daar hè, tussen 6 en 7. Ik begin al 6-7. Ah ja? Weet je het zeker? Dit zijn de mensen die alle oude programma's van je hebben, Felix. Echt waar. Je staat er versteld van. Maar anyway, toen dacht ik, ja, dat moeten we toch maar een keer. En toen heb ik Louis Smeets ontmoet. Dat was een oude rock'n'roller. En die hield ook van die lekkere, langzame indoor-rock. Dus die maakte er wel een mooie mix van. En toen werd de rock'n'roll-methode geboren. En als ik Louis moet geloven, dan bestaan er voornamelijk nog in Duitsland bandjes van deze rock'n'roll-methode die daar nog op internetstations gedraaid worden. En ja, daar hoor ik eigenlijk nog de meeste reacties op de rock'n'roll methode. Van wanneer komt dat nog een keer terug? Is dat ook je eigen muziek? Nou, ik vind, het is keihard werken. Ja. Het is echt zo hard werken. Ik heb een keer een Mercy Beat uitzending gedaan. Dat vond ik al heel hard werken, omdat die plaatjes echt heel erg kort waren. Maar die rock'n'roll nummers die zijn ook 2,5. 1,55. Precies, dan ben je klaar en dan moet je weer. Dus dat was uitzoeken, scherp zetten en de volgende aankondigen. Tot hoe lang heb je dat gedaan? Geen idee. Tot hoe lang heb ik dat gedaan? Nou, vertel het mij. Ik dacht tot 78. Nee joh, veel langer. Tot 82. Nu doet 98. Nee hoor. Nee. Ja. Maar dus mocht er nog geluid zijn van de rock'n'roll methode, we houden ons aanbevolen. Want nou, die is er. Dan moet je Louis even. Ja, ongetwijfeld. Want die heeft achterlijk veel tegenwoordig digitale bestanden nog van de rock'n'roll. Felix, ik heb nog even één keer nog. Je hebt één keer een top 100 samengedaan met Louis Smeets. Ja. 1977. Luisteraars tot een briefkaart insturen. Top 5. Met zijn vaste rock'n'roll platen. Ja. Wij hadden een chef en die heette Jan van Riemsdijk. En Jan van Riemsdijk, daar speelden wij een beetje mee. Dat is een hele lieve, aardige man. Maar wij waren de DJ's op Radio 3. En hij moest ons in het gareel houden. Maar ja, zoals je net al constateerde bij de hitparade, kon ik mijn mond ook soms niet houden. En riep ik ook over de sommige platen de meest vreselijke dingen. En dan kwam hij meer. Ja, dat moet je toch niet doen, Felix, dit en dat. Maar goed. En deze chef stond symbool voor Jan van Roldijk. Dus die opende heel vaak de rock'n'roll methode. Dat was Jan van Roldijk. En dat was de chef. En alles wat we de afgelopen dagen met Van Riemsdijk hadden meegemaakt, dat werd in die uitzending gebruikt. Dus Jan van Roldijk. Ik krijg zo ineens toch ideeën van een soort kinderopvang. Dat soort dingen met iemand erboven die. Ja. Nee, dat was ook zo. Dat is echt. Maar wel gezellig. Een jeugdgevangenis. Open inrichting. Nou, nog één vraag. De locatieuitzendingen natuurlijk ook wel even kortstondig gedaan. Nou, er zijn bij de. Weet ik veel. De 100ste uitzending. Bij de 250ste uitzending. Zijn we inderdaad op locatie geweest. Eentje in Baarlo. Eentje in de Waalwijk, herinner ik mij. Ja. Die rock'n'roll methode laten we met alle respect. Even voor wat het is nu. Een leuk programma om te doen. Dat geloof ik graag. Zou ik nog een keer willen doen? Ja. Plaatjes van anderhalve minuut. 1,53. Ga ik niet meer doen. Ik doe dat thuis wel eens. Bandgalm. Mag niemand horen. Nee, duidelijk. Jammer eigenlijk.
Je hebt nog meer op radiogebied gedaan, want Tour de France, Radio Tour de France, dat soort dingen is even legendarisch, neem ik aan. Hoe was dat om dat te doen? Want dat was een zeg maar een overkoepelend programma eigenlijk met meerdere presentatoren uit meerdere omroepen. Ja, nou dat was eigenlijk het eerste horizontaal geprogrammeerde festijn op de radio op Hilversum 3. En dat begon 's middags om 2:00. Ik weet nog, ik maakte op die dinsdag begon ik dan om 1:06 in Brussel op te nemen. En dan moest ik als een gek naar Brussel rijden. Het was dus elke dag op Hilversum 3. En dan vanuit Brussel naar Hilversum rijden om daar op tijd te zijn. En in die tijd had ik nog een BMW 2002. Ik heb er toen wel heel veel van de weg gereden. Ik hoop niet dat jullie er een van zijn geweest. Maar excuses daarvoor. Maar ik kwam altijd op het laatste moment binnen. Eén keer dacht ik, het gaat me niet lukken, maar het is me toch gelukt. Ja. En weet nog heel goed dat we toen... Er was een plaat met een heel lang intro. Rolf, weet jij dan nog dat we Ferry Maat toen... dat hij een plaat ging starten. En we dachten, hij draait hem. En toen hadden we een tape gemaakt met datzelfde nummer. Ah, ja. Maar dan hadden we het intro 7 keer verlengd. Ja. Ik weet niet meer wat voor nummer. En Ferry was natuurlijk gewend om dat intro vol te lullen. Dus, ze zingen nog niet. Wel lachen. Ja. Maar jij weet ook het nummer niet meer, hè? Dat is een nummer. Ja. Dat is echt leuk. Zo komen er nog eens wat aardige dingen boven tafel, heb ik al in de gaten. Was dat iets Street Life, Crusaders? Het zou best kunnen. Ja, ik weet het echt. De kennis, de encyclopedieën zitten hier in de zaal. Het zou best kunnen. Echt waar. Wij lagen blauw van het lachen. Je andere radio-escapades, gesode murders en dat soort programma's die je voor de VARA maakte. Ja. Lag daar veel van jezelf in of had je een uitgebreid team? Er waren niet zoveel mensen die mee hadden. Ad Roland heeft mij veel geassisteerd. Louis Verschuur, zaliger, die was veel bij de VARA-programma's aanwezig. En tussen de middag zoekplaatje met een team. Dat was wel een team. Met Rolf en met Atle Comte en nog meer mensen. Ferry de Groot bijvoorbeeld. Dat was wel een... En dat zoekplaatje, dat is wel leuk. Dat ging altijd... En de strijd daar met de beste luistercijfers van een middagprogramma. Met 50 pop of een envelop. En godverdomme, Tom won altijd. Nou, ik had namelijk een reden om dat te vragen. Want kijk, in dit soort programma's, je kunt dan een beetje... Nou, ik zou niet zeggen je eigen ding doen, maar toch heel veel van jezelf erin kwijt. En je hebt de overstap op een gegeven moment gemaakt naar tv. Ja. En daar sta je dan voor de camera. Ja. Met ik weet niet hoeveel mensen achter die camera. Ja, ja. Nou, dat ik was slachtoffer van de wet van de remmende voorsprong, denk ik wel eens. Want, hoe kwam je zo bij die tv terecht? Werd je dat gevraagd en let me gedaan en huppakee? Werd me gevraagd, ja. En toen moest ik Voetbal 80 presenteren. En toen had ik bedacht, god, laten we daar maar een DJ-tafel van maken. Dat ik zelfs die bandjes start. Ja. En de tape start. Nou. André van Duin heeft er nog een jaartje mee in theater getoerd op die manier. Juist. Maar, met Ferry de Groot. Ik bedacht het al in 1979. En het was ook allemaal prachtig uitgevoerd. Alleen het vervelende was, dat waren loze veders. Dus ik rukte wat open. Maar dan werd de technicus boven werd verzocht om op hetzelfde moment ook wat open te rukken. En dat gebeurde niet de eerste uitzending. Het was echt verschrikkelijk. Ik kon er wat aan. Er zou eerst een heel kort filmpje komen. En NAC Feyenoord was die avond, dat weet ik nog. En er kwam helemaal niks. En daar zat ik voor lul. En live. Ik had dat ding opengetrokken. Ja. Dus ja, dat werkte niet. En vervolgens kwam er al de samenvatting van de wedstrijd. Dat was niet de bedoeling. Dus die werd weer weggedraaid. Het was echt... Als je me ooit een keer wil plagen, dan moet je die uitzending nog een keer laten zien. Nou jongens, wie heeft hem nog? Dat is echt verschrikkelijk. Echt heel erg. Gelukkig is de rest van je tv-carrière gladder verlopen, denk ik. Ja, hè? Ik begon er wel aan te wennen. Maar het is wel lastig als je radio gewend bent, hoor. Want radio, dat weet iedereen hier natuurlijk. Ja, het is een kwestie van... je bedenkt nu iets en je kan het bij wijze van spreken op een seconde al uitvoeren. En als het ingewikkelder is, dan doe je het na 3 minuten of na de plaat. En als het nog ingewikkelder is, dan duik je even een studio in. Maar bij televisie moet je natuurlijk 50 mensen consulteren. En je moet ervoor zorgen dat ze allemaal... in dezelfde richting denken. En dat vergt geduld. En ik was ongeduldig. Strook dat met je persoonlijkheid? Want bedoel, bij programma's als Kassa en zo bijvoorbeeld... daar zit een berg redactie voor, neem ik aan. Ja, ja, dat moet ook wel, hoor. Maar juist met zo'n programma... omdat consumentenjournalistiek is toch wel
een uiterst zorgvuldige vorm van journalistiek. Want anders heb je zo allerlei advocaten aan je broek. Hebben jullie dat vaak meegemaakt ook in dat programma? Dat er, want jullie hadden nog wel eens vrij kritische onderwerpen. Wij zorgden wel zo dat de teksten zo geformuleerd waren dat ze ons niet konden pakken. En dat was altijd uitgezocht met hoor en wederhoor. Dus al de bedrijven waar we iets over zeiden, die hadden ook de gelegenheid om erop te reageren. Mm-hmm. En voor zover ze erop reageerden, werd het ook meegenomen in de uitzending. Als je moet kiezen, radio, tv, wat zeg je dan? Nou ja, ik ben nu weer terug bij de radio en bevalt me uitstekend. Elke dag zit ik op radio 1 een uur te maken. Tussen 11 en 12, de gids.fm. En elke zaterdagmiddag kom er net vandaan Spijkers met Koppen met Dolph Jansen. En ik vind het echt zalig. En dat Spijkers met Koppen, als ik het hoor, dan denk ik van, daar wordt genoten niet alleen door de mensen die daar als publiek zitten, maar toch zeker ook door de mensen die het presenteren. Nou, dat is echt zo leuk. Wat is de magie met Dolph Jansen? Dat weet ik niet, maar wij voelen elkaar aan. En ik heb natuurlijk ongelooflijk veel bewondering voor dat talent van Dolph, die daar zo rap is, zo ad rem is, zo snel denkt. Zulke goede en soms ook foute grappen maakt. Nou, ik lig zelf dubbel heel vaak. Ja. Wat is een beetje de teneur van het programma? Dat is, neem ik aan, informeren, maar toch ook persifleren, denk ik. Het kan alles zijn. Het kan alles zijn. Spreken jullie er van tevoren af? Zijn er onderwerpen die ook echt... Er is weer een redactie die dat heel goed voorbereidt. En die ervoor zorgt dat de ruggengraat van het programma bekend is. Dat de interviews opzetten, dat die bij ons bekend worden gemaakt. We gaan op zaterdagmorgen, net zoals bij de Roy aan, weer bij elkaar zitten en we gaan het doorspreken. Mm-hmm. En dan heb je nog een club die zich bezighoudt met het cabaretgedeelte van de uitzending. Dat zijn een aantal cabaretiers. En die maken dan twee scènes. Eentje in het eerste, eentje in de tweede uur. Ja, dan is er nog een spijkerlied. Waarin de hele uitzending nog een keer op een rijtje wordt gezet. Mm-hmm. En dan zijn er twee columns. En daartussendoor vinden serieuze gesprekken plaats. Maar soms ook gesprekken om te lachen. Ja, iets minder serieuze gesprekken. Ja. Tot slot, die Marconi Award. Je zei straks al, wat nog niemand hoorde, ik stond al een paar keer op de nominatie, maar nu heb ik hem. Nee. Hoe zit het dan? Nou, nee, kijk. Denk er maar eens over. Die Marconi, nee, ik dacht toen Ferry de Groot en Koos Postema de studio binnenkwamen. Ze hebben mij overvallen in mijn eigen programma, De Gids. Ja. Toen dacht ik, Ferry, weet ik, is een film aan het maken over Koos Postema, over zijn jeugd, over waar hij in Rotterdam gewoond heeft, waar hij naar school is geweest, et cetera. En die hebben nu even een shotje nodig van de studio. Ja. Dus ze komen mij even pesten. Ja. Dus ik ga gewoon door. Ik was bezig met een politiek onderwerp. Maar toen bleek het dus te gaan om de Marconi Award. En ik zei nog een beetje schamper de Macaroni Award, want ik heb nog wel in mijn geheugen zitten dat er al mensen die Marconi Award de Europrijs hebben gekregen, die volgens mij 35 jaar waren. Toen dacht ik, moet ik dit serieus nemen? Mm-hmm. Maar de latere winnaars waren toch Frits Spits, Ferry Maat, Lex Harding. En degene die dat vroeger gewonnen hebben, waren geloof ik Wessel van Diepen en Jeroen van Inkel. Nou, die waren volgens mij nog niet rijp voor een Oeuvre Award, want die zijn nog steeds bezig. Ja. Dus ik heb even getwijfeld, maar op een gegeven moment merkte ik aan de stroom van reacties dat het toch meer voorstelde dan ik zelf mogelijk had gehouden. Dus ik ben er maar van genieten. Van gaan genieten. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk en heel eervol. Vooral ook omdat het een vakjury is geweest die mij deze award heeft toebedeeld. Mag ik daar nogmaals een applaus voor? Felix Meurders. Nou, allerlaatste vraag. Het is misschien wel een heel confronterende, maar hoe lang nog? Ik heb gezegd dat ik heb het programma Sodemurders gemaakt, een mythesprogramma. Overigens een titel van Rolf, dankjewel Rolf nogmaals. En ik heb gezegd, op het moment dat Sodemurders in de dikke vandalen komt, dan ben ik bereid op de Sodemurdersen. Dus en dat is nog niet gebeurd? Nee, is nog niet gebeurd. Ik hoop dat het nog lang niet gaat gebeuren. Dus de dikke vandalen heeft de macht in handen. Net zo lang tot ze me wegsturen. Want ik vind het nog veel te leuk. Het is mijn hobby. Dat dacht ik, hè? Van je hobby, je werk maken is toch het leukste wat er is, hè? Ja, is het ook. Dames en heren, Felix Meurders.